Maar ik schaamde me gewoon dat hij in mijn car zat. Nou, ik heb echt niet snel last van schaamte. En opgemaakt. Ik denk, laat ik maar niet weer zo lang wachten. Dan is het elke keer 3 uur 's middags eer dat ik überhaupt gewoon normale kleding aan heb. En ik ga gelijk beginnen met een gedeelte van het eten klaarzetten. En laten we de dag maar eens goed beginnen. Ik moet zo nog even wat wegbrengen en een boodschapje doen. Dus dat gaan we zo ook lekker doen. Als ik deze dingetje af heb, kunnen we daar precies als het zonnetje lekker schijnt naar buiten. Want het zou heerlijk weer gaan worden vandaag. Dus ik heb er ook echt wel zin in. Gaan we gewoon even lekker wandelen gelijk. Dan hebben we een lekker lichamelijke beweging. En even genieten van het zonnetje. Ik denk dat het ons allemaal heel goed doet op dit moment. Veel zon. Dus en vanavond lekker pasta met pasta penne met pesto. Ik zat met pennen in mijn hoofd en ik bedoelde pesto. Dus daar heb ik trek in. Dus nu, en we doen altijd met kip en spergieboontje en zo. En dat is heel erg lekker. Dus daar heb ik echt trek in eigenlijk wel. En morgen wordt het nog lekkerder weer. Dus ik zit echt te denken, misschien dat ik morgen wel even kan kijken dat ik de buitenspullen al schoon kan krijgen. Zodat we misschien zelfs in de tuin even kunnen eten. Misschien dan wel in ons jas, maar gewoon even buitenlucht en zo. Ik zou met Sarah samen gaan boodschappen doen, maar Lola en Nona die wilden heel graag Just Dance met Sarah spelen. Dus die zijn met z'n drieën en Lola is 11 en Nona die is bijna 14, dus dat moet prima even kunnen. Dus ik ga even alleen. En dan volg ik ook nog de sociale regels nu op, dat je eigenlijk alleen moet boodschappen doen. Wat ik trouwens een hele vreemde regel af en toe vind. Want je kind mag niet naar school, niet naar de opvang, niet naar een gastouder, niet naar opa en oma, noem het maar op. Sommige mensen kunnen nog wel gewoon werken. En dan heb je de kinderen dus thuis. En dan moet je alleen gaan boodschappen doen. Dat is heel handig als je de hele dag alleen bent met je kind. Hoe moet je dan boodschappen gaan doen? En zeker aangezien heel veel supermarkten nu 's avonds dadelijk dicht gaan. Om dan alles aan te vullen. Zodat de vakkenvullers niet in aanraking met de klanten komen. Dan heb je dus helemaal geen optie. Dus echt goed doordachte regel. Maar nu komt het toevallig zo uit voor mij. Dus dan ben ik ook wel sneller in mijn eentje. Dus ik ben benieuwd hoe het gaat zijn. Ik hoorde al echt de meest verschrikkelijke regels. Dus we gaan het zien. Het is gewoon nog steeds één groot drama. Met de bevoorrading van de supermarkten. Er wordt gewoon nog steeds gehamsterd. Wat een belevenis de supermarkt, echt. Net ook, ik passeer iemand aan de ene kant van een rij. En ik liep helemaal rechts en diegene liep ook helemaal rechts. Maar schijnbaar was dat niet 1,5 meter. In diens ogen misschien was het 1,40 meter. Nou, die reageerde of die spontaan dood zou vallen. Dat ik denk, mensen, kom op, doe normaal. Je gaat niet gelijk dood als je langs elkaar loopt. En toen zag ik dat ze eindelijk toiletpapier hadden. Dus ik kocht een pak, maar echt, ik schaamde me gewoon dat ik wc-papier moest kopen. Maar ik heb gewoon een gezin. We hebben gewoon wc-papier nodig. Ik ben niet aan het hamsteren. Het laatste pak wat ik heb gekocht is 3 weken geleden. Wat ik echt met geluk nog heb kunnen kopen voor de gekte. Maar ja, als jij in je laatste 2 rollen zit. Dus ik denk, ik haal gewoon een pak wat ik normaal ook doe. Gewoon een groot pak. Doe ik altijd. Maar ik schaamde me gewoon dat hij in mijn car zat. Nou, ik heb echt niet snel last van schaamte. Nou, het is meer, denk ik, plaatsvervangende schaamte waar ik dan last van heb. Omdat al die mensen zich zouden moeten schamen. Het feit dat ik het dan gewoon normaal koop, neemt dan die schaamte over of zo. Ik weet het niet. Ik moet ook wel zeggen dat ik ondertussen ook wel aardig corona-moe ben, zeg maar. Die massa-paniek en alles. Ja, nou ja, stel je wordt even ziek. Dat kan heel vervelend zijn, maar die kans heb je zonder corona ook in je leven. En mensen rijden ook nog steeds als idioten op de weg.
levensgevaarlijk. Hoe vaak ik het niet heb dat ik 's ochtends met mijn kind naar school wil lopen. Gewoon naar school. En dat ouders met kinderen in de auto zo hard over straat gaan dat ik bij een zebra niet eens normaal kan oversteken. Dat ik Sarah al 3 keer toe bij de capuchon heb moeten wegtrekken omdat een auto om de bocht vliegt. Die er anders aan zou rijden. Maar dat is dan normaal en nu heerst er een virus en dan gaan we allemaal zo absurd doen. Kom op, word een beetje nuchter, word een beetje normaal. Ja, er is een ziekte. Ja, daar kan je ziek van worden. Dat is namelijk het hele leven het geval. Ga je dan gelijk dood? Nee, in de meeste gevallen niet. En als je hier wel aan dood gaat, dan was je misschien aan de griep ook dood gegaan. Ik ben er gewoon te nuchter voor. Ik hou me netjes aan de regels, dat wel. Alleen, ja, ik doe gewoon niet mee aan de paniek. En ja, heel de wereld die opgehyped wordt om daarin mee te gaan. En hoe nieuwsberichten gebracht worden. Zoals zoveel doden, een totaal aantal, en zoveel nieuwe besmettingen. Maar door die getallen naast elkaar te zetten, ga je onbewust toch het verschil maken van 20%. Voor je gevoel lijkt dat veel meer. Terwijl als je eigenlijk de besmettingen die bekend zijn en de besmettingen die niet bekend zijn, als je bijvoorbeeld zou zeggen 70 mensen overleden van de 160.000 besmettingen, dan is het voor je gevoel niet zo heel erg veel. Maar als er staat 70 doden en 400 nieuwe besmettingen, heb je voor je gevoel zoiets van nou, dat is toch wel bijna een kwart. Dus dat is heel gevaarlijk. Terwijl het is gewoon een mindfuck eigenlijk wat je leest. Want je weet wat je leest, maar het is niet reëel in die zin. Dus ondanks dat je het weet, maak je hoofd er wat anders van. En daardoor krijg je paniek. En ik zat heel lang te twijfelen of ik me daar überhaupt over uit zou spreken. Maar ik ben die massapaniek een beetje zat. Dus ik trek nu gewoon toch een keer mijn mond erover opa. Om te laten weten hoe ik denk. En nu ga ik mijn paar boodschapjes en mijn toiletpapier vrolijk naar huis brengen. Die meiden zijn nu heerlijk aan het wandelen buiten. Dus ik heb maar even de kans om verder te gaan in huis. Moeten ze al die to-do-list af hebben. En is toch letterlijk geen reet te doen verder. Dus ik ga me daar even op focussen. Ze is rond etenstijd, kooktijd thuis. Dus dan kan ik gelijk in één slag door met koken. En alles staat ervoor klaar. Dus ik ga even snel wat doen. Ik zou vandaag, en ik ben weer lekker scherp, maar als het donker is, heeft de camera daar extra veel moeite mee. Ik zou vandaag met Sarah cake bakken. Maar ja, ze was natuurlijk heel de dag met de grote vriendinnen. Dus dat is niet meer gelukt. En ze had het met zijn moeder gaan. Dus toen zei Sarah, misschien kan ik met de mama cake bakken. Dus ik ben alweer gedegradeerd. Dus ik ga even de spullen pakken. De ingrediënten ga ik niet meer pakken, dat vind ik niet handig. Mijn moeder had alleen een hele kleine cake voor. Die bakt wel vaak, maar vaak cupcakes. Ik heb weer geen cupcake vormpjes. Dat was natuurlijk een tijd geleden dat ik cupcakes gaan bakken. Dus bij mijn moeder gaan bakken. Omdat ik geen cupcake vormpjes had. Cake heb ik. Dat is die cake die ik heb gekocht toen ik geen cupcake kon vinden. Dus gewone. Die ga ik dus klaarzetten. Dan hoef ik morgen alleen de eieren en de boter en zo mee te nemen. Want dat heb ik natuurlijk al in huis. Mijn moeder had er niet op gerekend. Dus dan kunnen ze lekker cake. Oh, dan neem ik ook jam mee. Dan kunnen ze jam tussen doen. Dat is zo lekker, cake met jam. Eigenlijk moet dan ook slagroom. Maar ik heb echt geen zin om naar de supermarkt te gaan voor alleen slagroom. Als ze dat hebben. Ik ga, dat heb ik al een heel stuk gedaan, foto's uitzoeken. Die ik ook weer ga afdrukken. En daar heb ik al heel veel gedaan. En ik kan tot en met 6 juni vorig jaar. Want van 7 juni heb ik nog niet alle foto's. Daar zit ik nog op te wachten. Dat was een bruiloft die we hadden. Dus ik ga. Waar was ik? Ja, ik heb december 2018 had ik gedaan. Dus dan kan ik 6 maanden. Of nee, 5,5 maanden. Nee, minder zelfs. 5 maanden en een heel klein beetje foto's uitzoeken die bestellen. Dan ga ik editen. Want gisteren ook niet meer geëdit natuurlijk. Dus dan moet ik sowieso 2 vlogs editen. En renderen. En ik heb al backups vandaag op de achtergrond aangehad. Dus die zijn klaar. En zo krijg ik stukjes van mijn to-do-lijst af. Dus oh ja, we hebben een heel klein stukje in de slaapkamer. Daar moet een kozijn gebouwd worden. En dan moest een stukje verder geïsoleerd.
Dus dat heeft Marco nog net even gepeurd, maar die moest nog naar een klant. Dus die is er nu weer niet. Dus ik ga even al die dingen doen. En nu heb ik toch flink de tijd ervoor. En ja, dat is het nu. Ik heb net 2 vlogs gedaan. En ik ben het echt spuugzat voor vandaag. Oh ja, ik had natuurlijk gezegd dat ik er 2 moest. Maar ik moest er 3. Dus ik ben er nog niet. Maar goed, ik heb er 3 gedaan. Of 2 gedaan. Gaat goed met mij weer. Maar dat is dus gedaan. Dus ik ga de computer ben ik aan het afsluiten. Ook weer een hele mooie zin. En daarna weet ik het nog niet. Maar in ieder geval even niet dit. En toen was het weer tijd om naar bed te gaan. Dus ik ga even mijn make-up eraf halen. Mijn gezicht was, tandenpoetsen en alles. En dan lekker in bed erbij kruipen. Dus bedankt voor het kijken. Ben je niet geabonneerd? Zoals altijd, klik even hieronder. Maak je me heel blij mee. En dan zie ik je morgen weer. Doei doei!